Hallo Koenkloers, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie weten heb ik een tijdje geleden een parodie geüpload. Heb je nog niet gezien? Kun je hem kijken in de beschrijving of in het i'tje. Zoals jullie weten, of misschien, ik denk dat de meeste mensen dat weten, zijn er ook YouTubers die zelf hun eigen nummers maken. Nou dacht ik, mijn creatieve brein explodeerde en dacht, hey, laat ik op die liedjes parodie maken. Dus daarom heb ik 3 nummers uitgekozen van YouTubers om parodie op te maken. En het is gelukt. Heeft veel tijd gekost. Maar ik hoop dat jullie het eindresultaat tof vinden. Daarnaast, deze video heb ik gemaakt voor een wedstrijd van de kunstbende. Nou, dus wedstrijd doe ik mee aan categorie influencer. Dus dan weten jullie in ieder geval ook een beetje waarom ik deze video maak. Maar vooral is het ook gewoon omdat het voor de leuk is. Toch even disclaimer, je moet de teksten niet heel serieus nemen, want ze slaan eigenlijk helemaal nergens op. De eerste parodie is een parodie op mijn chick van Calvin, genaamd De Sint. Wat als mijn mattie de Sint was? Dan was het leven al zo goed als mijn mattie de Sint was. Wow, wow. Ik zweer het, ik heb het helemaal gehad met mijn mattie in het weekend naar de snackbar in de stad. Om weer eens te betalen voor een flinke zak patat. En zegt, ik heb geen geld bij me. Ik betaal voor en een school naar de supermarkt voor een frikandelbroodje. En ik krijg wel genoeg van die nootjes. Ik wil graag wat anders dan die vette hap. Eens wat suiker en dan bedoel ik een appelsap. Zo fijn, eens wat marsepein of een pepernoot. En schuimpjes erbij, speculaas. En geld geef ik er niet meer voor. Ik krijg het gratis van mijn mattie met zijn witte snor. Wat als mijn mattie de Sint was? Dan was het leven al zo goed als mijn mattie de Sint was. Wow, oh, wat als mijn mattie de Sint was? Dan was het leven al zo goed als mijn mattie de Sint was. Wow, wow. De tweede parodie is een parodie op QM van Joost Speelt Spellen. Luister maar. Ik hoor die fluisteren met zo semestie. Mensen vinden fijn strijken op een festie. Maar ik krijg op haar eten van een stuk pria. Ik hou er niet van, het voelt als een killie. Die fluisteren wordt als mijn skiller zo goddamn. Hoe houden mensen het vol? Ga liever naar school. Die tikjes op boeken, het is ASMR. Ergans geet geluid. Ergans geet geluid. Ik wil hier weg. Zet dan dit filmpje uit. Het is niet echt luid. Maar die zachte stem drukt maar door mijn hoofd heen. Hoor alleen nog dat, struikel over een steen. Ik hoor die fluistem, meisjes die staan achter webcam. Met gevoelige mic naar adem, met broodjesfans en snertdam. Nu ook nog een gekke vent met een gek Belgisch accent. Reclame voor een consument, ik kan niet tegen die fluistem. En de derde parodie is een parodie op agent 808 van Ronald. Genaamd Postman 8042.
Hallo, postman 8042. Ik heb weer een probleem. Oh, ik word zo moe van je. Wat nou weer? Ik krijg de kranten niet in de brievenbus. Meen je dit? Meen je dit? Waar ben je dan? Help! Brievenbus! Het is altijd wat met die brievenbussen. Orkvan nummer 2 is het niet goed. Onderkoeld, zo geef ik folders. Zo cool, kijk hoe ik mijn ding doe. Chill op een postfiets. Moet de stuur omslaan. Doei, doei, zie je later. Tring, tring, daar gaan we. Onderweg naar de bus die te vol zit met kranten. Hahaha, 8042. Dit keer werk ik niet met je mee. Mijn bus zit vol en ik weet dat er niks in komt. Hij weet niks van mijn vuilnisbak. Ik heb vakantie in mijn bus. Dit wordt nog een klus en deze vuilnis is je klus. Ik heb voor verstand. Met me vallen gaat de postman dadelijk bang. Dit wordt een klus, maar het is maar een bus. Hij zit straks aan de lus, want die kranten gaan stuk. De krant gaat erin, ook al zit er een pin. Die maken we ook wel kapot. Hij zit vol met kranten, die gaan we verbranden. Zo zie je maar weer, die maken we stuk. Wat had je gedacht, precies als verwacht. De bus is ook dichtgetaped. Ik ben postman 8042. Postman 8042. Postman 8042. Postman 8. 0, 4, 2. Oké, ik ga aanvallen binnen 3, 2, 1, go! Nou, dat waren de parodies. Vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Dan wil ik Pomfriet nog heel erg bedanken dat ik er mocht filmen. En voor de heerlijke friet. En Hema ook voor een frikandelbroodje. En natuurlijk ook dat ik daar mocht filmen. En dan wil ik nog maar één ding zeggen. En dat is tot. Doei.